De COVID-19-besmettingen zijn al geruime tijd onder de 10% van het aantal uitgevoerde swabtesten. Dit geeft aan dat het coronavirus redelijk onder controle is in Suriname. En dat zei de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gisteren aan journalisten voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering. Volgens de bewindsman wordt er binnen de RVM gesproken over een mogelijke opheffing van de gedeeltelijke lockdown. We evalueren continu, maar zoals de kennis die we hebben, de ervaring met betrekking tot voorgaande stijgingen van infecties en golven, dan is er maar een hele kleine aanzet nodig weer voor een golf. We zijn wel inmiddels gestart met de vaccinatiecampagne, maar we zijn nog niet op dat niveau om te praten over een adequate bescherming, nog lang niet. Dus zolang de situatie zich op deze wijze voortzet, zijn we vooralsnog content met de wijze van aanpak en content met de lockdownuren. Ik denk niet dat de impact op de samenleving heel groot is nu. Ik denk dat we best kunnen spreken van een optimale normalisatie op dit moment. Malti Dwarkasing, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, heeft nog geen officieel bericht gehad van de minister van Volksgezondheid. Zij is wel op de hoogte dat er steeds wordt geëvalueerd om te gaan naar normalisatie. De VSB is voorstander van het opheffen van de partiële lockdown. Dus we moeten werken met de situatie waarin we ons bevinden. En we zijn sowieso heel blij dat de avondklok geruimd is, zodat zeker de horecasector wat meer ruimte heeft om te kunnen opereren. En de bedrijven passen zich zo veel mogelijk aan de omstandigheden. En zodra een stukje verruiming plaatsvindt van de mogelijkheden om te produceren, maken ze daarvan gebruik. Dus dat is zo zien wij het. Als het opgeheven moet worden, prima, dan is er ruimte om meer te produceren, maar rekening houdende met de gezondheidssituatie van de bevolking. Albert Aleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, geeft aan dat de gemeenschap smacht naar opheffing van de lockdown. Echter, hij vindt dat de samenleving wel bewust moet zijn en een verantwoordelijk gedrag aan de dag moet leggen. Dit ter voorkoming van een toename van het aantal COVID-19 besmettingen. Aleyne wijst erop dat de opheffing van de lockdown geen bijzonder voordeel zal hebben voor de consument. Ontspannen. Maar tot op dit moment, als we kijken naar de regelingen die er zijn, dan heeft de consument geen enkele belemmering om producten te kopen die ze dus willen kopen. Nog? Dus met uitzondering van wanneer je dus uit wil gaan, naar een restaurant wil gaan en dat soort zaken. Maar voor de rest denk ik niet dat de consument een bijzonder voordeel zal hebben aan het opheffen van die partiële lockdown. Ricky Stuttgart vindt het onterecht dat de gehele gemeenschap de negatieve gevolgen van de COVID-19 maatregelen moet ervaren. Hij is ervan overtuigd dat de samenleving er helemaal klaar voor is om het normaal leven op gezonde wijze te hervatten. Wat er moet gebeuren is dat 2% mensen die doodgaat, en dat zijn mensen boven de 80 jaar, omdat ze een verzwakt immuunsysteem hebben, en mensen met een chronische aandoening, er moet naar gekeken worden hoe kan je ervoor zorgen dat die 2% vermindert dan wel een totaal verdwijnt. Wat moet er gedaan worden om die mensen te helpen? Maar je kan geen gezonde mensen in de gevangenis opsluiten, je kan geen gezonde mensen een mondmaskerschap laten opzetten waarbij dus ademhalingsproblemen zijn en in de toekomst kan je hebben dus dat hersenbeschadiging, dat kan je niet doen. Je kan niet een kleine put vullen door een grotere te maken. Dus de gemeenschap is er klaar voor.